Uitvaartverzorger Dela had alle prijzen van 580 begraafplakken verspreid door heel Nederland naast elkaar lijn. En de verschillen binnen grut. Goedkeep lezen kun je hier op het begraafplak onder Freule Lene in Wommels. Nou, de allergoedkeepste, dat wist ik niet, maar wel dat we heel goedkeep waren in Lettense Radiel. Dat is wel bekend. Het is net kostendekkend, dat ook net, maar het is net zo dat op dit stijl wij er een soort geld aan verliezen. En voor die 450 euro krijg je het volslijnde pakket. Je krijgt terecht om 20 jaar lang een graaf te broeken. Daar betaal je 184 euro voor op dit stijl. En als er in je begroeven wordt, dat een volwassen die kostte, ik loop 272. Nou, als je dat optellen, dan zit je op een liefst 500 euro wat je van 20 jaar kwijt bent per graaf. Het prijsverschil met het juiste plakje is groot. Hier op een Nijenhof in Oud-Waard kost het een graaf jou goed 2000 euro. 1500 meer dus als in Lettense Radiel. Het is heel moeilijk, denk ik, om gemeentes met elkaar te vergelijken. Het is heel erg van, wat heb je afgesproken over het onderhoudsniveau? Wij hebben in ons grondstuurplan gezegd van, nou, wij willen graag kwaliteitsniveau hoog. Nou, daar hangt ook een prijskaartje aan. Je ziet ook bij sommige gemeentes, die hebben een vrij laag begraafrechtentarief, maar die sturen dan nog weer apart een factuur voor het onderhoud dat ze op de begraafplaats uitvoeren. En bij ons in Komeland is een all-in tarief. Opvallend is ook dat gewoon gemeenten haar tarieven zo'n vlien hier flink verhegen haar. Zou die de gemeente verwerderen die het tarief maar liefst 50% omheeg, naar goed 870 euro. En ook in Kolmelon weer een flinke verheging. Een graaf kostte dit hier maar liefst 43% meer. Nou ja, het had alles te maken met de onderhoudskosten. Wij hadden in 2009 dus gemeenteraad besloten om de tarieven voor de begraafplaatsen kostendekkend te maken. En we zijn ook vanaf 2009 bezig met een inhaalslag. En ja, inderdaad, de onderhoudskosten die zijn vrij hoog. En takken hier keer de tarief in Kolmelon nog eens omheeg. In Lettense Radiel staat een verheging net op het programma. En bleut hem dus de goedkeepste van Nederland. En dat witte ze blikbrek in de rest van Nederland, want de aanvragen voor nieuwe graven komen ook al van vier buiten de provinciegrenzen. En voor eerst is er nog rond te genoeg.